Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Hallo, ik ben Isam Ben Ali. Ik ben kandidaat nummer 4 op de lijst voor het Vlaams parlement voor SPA. Ik ben afkomstig uit de deelgemeente van Beverwaas, waar ik sinds zes jaar ook gemeenteraad ben voor SPA. Ik ben vader van twee leuke dochters, Sophia en Elena. En momenteel werk ik voor het ABVV, waar ik mij iedere dag inzet voor een beter loon, meer koopkracht voor alle werknemers in Vlaanderen en België. En dat wil ik voortzetten in het Vlaams parlement. Waarom stapt u in de politieke strijd? Ik denk dat we een socialer beleid nodig hebben in Vlaanderen. En dat is eigenlijk de voornaamste reden waarom ik ook in de politiek gegaan ben. Dat is om Vlaanderen, om België... Socialer en solidairer te maken. We hebben nu ja, vijf jaar rechtsbeleid achter de rug, met toch wel wat besparingen op kap van de mensen. Um, met lonen die niet sterk geëvolueerd zijn, met indexsprongen en zo verder, energieprijzen die gestegen zijn. En dat moet echt wel um, dringend veranderen. Um, bovendien zie je het ook wel dat er een zorgnood is in Vlaanderen en in België bij uitbreiding. En dat eigenlijk de voorbije regering daar niet het juiste antwoord op uh, Gevonden heeft. Dus er moet heel sterk geïnvesteerd worden in zorg, er moet geïnvesteerd worden in de koopkracht van, van de mensen. Um, en dat is de enige manier om um, ja, Vlaanderen en België terug socialer, solidairder uh, te maken um, en te zorgen dat iedereen kan rondkomen op het einde van de maand. En, um, ik ben zelf vakbondsecretaris, ik werk bij het ABVV. En uh, ik probeer daar iedere dag de strijd te voeren voor betere lonen voor de mensen. Um, en ik zou graag die strijd verder zetten in de politiek. Ik denk ook dat dat nodig is om een duidelijke linkse stem te hebben in het Vlaamse parlement. Um, voilà, dus uh, daar ga ik voor. Welke quote heeft u gekozen? Ik heb gekozen voor een quote van Napoleon. Ik ben zelf nu niet een grote fan van Napoleon. Um, maar er is één uitspraak um, die mijzelf ook wel een beetje typeert. En dat is, uh, on s'engage et puis on voit. Uh, ik ben ook wel iemand die al heel veel engagementen opgenomen heeft. Ik vind mezelf nog vrij jong, ik ben 34 jaar. Maar ik heb toch al in verschillende verenigingen gezeten. Ik ben eh, op 22 jaar ben ik voorzitter geworden van mijn lokale partijafdeling. En ik heb eigenlijk nooit echt nagedacht van wat wil ik daar nu later mee doen. Het was meer zo van oké, okay, ik neem dat engagement op. Ik heb, ik heb mijn sociale, socialistische ideeën. En wat dat daarvan komt, dat zien we dan wel. En dat is altijd redelijk goed uitgedraaid. Maar vandaar dus ons engagement on voit. Eerst neem je het engagement op en dan pas zie je wat je daarmee kunt doen. Het is wel een kleine nuance natuurlijk, want men, ja, Napoleon zei dat wel over zichzelf en men zei dat ook over Napoleon, van die, uh, ja, begint die de ene oorlog na de andere. En dat is ook de reden waarom ik niet direct een fan ben van Napoleon, omwille van al die oorlogen. Maar um, men dacht vaak van, ja, dat is, um, ja, zomaar een idee van hem. Hij springt daarin en uh, daarna ziet hij wel, terwijl het er eigenlijk, achter uh, de coulissen wel, wel over nagedacht werd, hè. zowel door hem als zijn raadgevers. Hij deed niet altijd zomaar wat, uh, om eender welke reden. En um, ja, ik betrap mij er, er zelf dan soms wel op, van oké, okay, je neemt dat engagement op en je weet nog niet wat je daarmee uh, gaat doen, maar volledig onvoorbereid begin ik er toch ook niet aan. Ik denk er dan wel over na. Um, ja, over dat engagement en ik maak wel uh, beredeneerde keuzes, um, maar het is niet altijd ja, met een, een heel duidelijk uh, doel dat ik erin uh, stap. Dus voilà, on s'engage et puis on va. Je lanceert u um, en je ziet dan wel, maar volledig onberedeneerd het is nu ook weer niet. Wie zijn uw politieke voorbeelden? In België en, en, en binnen mijn eigen partij, binnen de SPA, uh, heb ik wel heel veel respect voor uh, Dirk van der Malen. Uh, dat is een uh, ja, federaal parlementslid. Um, en ik vind die vooral interessant als figuur, omdat hij een heel integr figuur is. Um, altijd een beetje op de achtergrond, maar tegelijkertijd een van onze beste parlementsleden. En vooral ook iemand met een duidelijk sociaal-economisch links profiel, die ook wel um, ja, durft met Afkomen die niet altijd populair zijn. Uh, Dirk is bijvoorbeeld al jarenlang bezig geweest met uh, belastingen en, en belastingontwijking, iets wat dan nu de laatste jaren heel sterk naar voren komt, en met vermogensbelastingen en dergelijke meer. Een eerlijke bijdrage van iedereen, ook van de rijken. Terwijl dat tien, ja, vijftien jaar geleden mocht er niet over belastingen gesproken worden, want dat was niet populair en, en Dirk deed dat toch. Die, die kwam al met uh, die standpunten naar voren. Het is ook iemand die met internationale politiek uh, bezig is. Je moet niet altijd, zelfs als je in een Belgisch uh, federaal parlement of in een Vlaams parlement, je moet niet altijd alleen maar naar binnen kijken, maar toch ook wel naar de rest van de wereld en proberen solidair te zijn met mensen buiten uw eigen regio of binnen uw eigen land. En tegelijkertijd is hij ook, uh, ja, Antimilitaristisch. Um, hij is niet voor, uh, voor oorlog voeren in, in andere landen. Um, en dat is ook wel iets dat ik uh, sterk apprecieer aan, aan Dirk van der Malen. En als ik dan kijk um, in de geschiedenis en ook een beetje buiten uh, België, dan zie um, ja, ik twee grote voorbeelden. Um, twee grote socialisten: dat is enerzijds uh, Rosa Luxemburg uit Duitsland en Jean Jaurès uit, uh, uit Frankrijk. En dat waren in de socialistische beweging en geschiedenis heel belangrijke figuren. Ze zijn al twee vermoord geweest ook, omwille van hun engagement dat ze namen. Ze waren ook antimilitaristisch in het begin van de, de 20e eeuw. Um, waren tegen uh, ja, wereldoorlog 1 en heel het opbod dat daar rond was. En ze waren tegelijkertijd uh, sociaal-economisch links, kwamen duidelijk op voor de, de arbeidersklasse en waren niet bereid om zomaar compromissen aan te nemen. En tegelijkertijd ja, wilden zij ook niet dat er oorlog gevoerd werd, want uiteindelijk komen die oorlogen toch maar terecht op diezelfde arbeidersklasse die al zoveel te lijden had. En voilà, dat zijn, dat zijn twee um, grote voorbeelden van mij, omdat ze ondanks alle bedreigingen die ze kregen en dat ze wisten dat ze uiteindelijk de ultieme prijs zouden moeten betalen voor hun engagement, uh, dat ze toch doorgezet um, hebben um, en dat ze nooit afgeweken zijn van hun principes. Wat zijn uw politieke interesses? Wat ik vooral belangrijk vind, dat is dat mensen kunnen rondkomen op het einde van de maand. En dan zijn er ja, denk ik, twee belangrijke zaken: dat is enerzijds koopkracht. Zorgen dat de mensen genoeg centen binnenkrijgen. En, en twee, dat de facturen die de mensen moeten betalen, dat die niet te hoog zijn. En daarbij komt dan ook nog dat we als Overheid moet te proberen om de mensen zoveel mogelijk te beschermen tegen zaken die hen kunnen overkomen. En daar is natuurlijk de sociale zekerheid in België heel belangrijk voor: um, dat we een opvangnet hebben voor mensen, um, maar ook heel de zorgsector. Hè. Dus uh, in Vlaanderen um, zijn er toch nog altijd wachtlijsten voor bijvoorbeeld mensen met een handicap. Um, en ja, dat vind ik toch wel belangrijk dat we de juiste zorg kunnen geven aan de juiste mensen en tegen een zo goedkoop mogelijke prijs. Want niemand heeft er uiteindelijk voor gekozen om een handicap te hebben, um, niemand heeft ervoor gekozen om ziek te worden. Uh, en voor die mensen is het echt wel uh, belangrijk dat wij een degelijk opvangnet uh, blijven hebben in Vlaanderen en in België. Dus die drie elementen vind ik zeer belangrijk: zorgen voor een goed inkomen, zo laag mogelijke facturen. En zorgen voor de mensen, voor wie het eventjes minder gaat in het leven. Wat kan er anders en beter in de politiek? Wat mij de laatste jaren wel stoort in de politiek, dat is dat er um, toch iets minder galant wordt omgegaan met elkaar tegenwoordig. He. Het is um, meer roepen en tieren dan vroeger. Uh, het populisme steekt op. Um, en ben zelf uh, minder dat soort van uh, tafelspringer en roeper. En misschien ben ik dan ook uh, minder geschikt voor de politiek van vandaag. Um, ik verwees daar juist naar uh, mijn voorbeeld Dirk van der Malen. Um, en, en, ja, het parlementaire werk op de, op de achtergrond uh, wordt een beetje overroepen door degene die goed plakken op de, op de televisie, op het scherm. Um, en dat vind ik wel, wel minder aan, aan de politiek. Um, ja, en, en het is zowel van de linkerzijde als van, van de rechterzijde uiteindelijk dat aan dat uh, opbod wordt meegedaan. En het probleem is dat als je nog gehoord wil worden tegenwoordig in, in de media, dan kun je bijna niet anders dan in dat opbod uh, mee te gaan. Dus dat is spijtig en hopelijk wordt die trend toch wel een, een beetje gekeerd. Want ik wil wel uh, zeer graag in de politiek gaan. Uh, maar ja, in wat voor politiek? Dat is nog een andere vraag natuurlijk. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb een uh, spaarpot meegebracht van het uh, ABVV. Het is uh, ja, een klein varkentje, een typisch uh, spaarpotje. En uh, Ik heb hem nu uh, gebruikt en wel, ik heb hem gevuld met, met wat centjes. Maar het is vooral natuurlijk de, de symboliek uh, die belangrijk is. Uh, we hebben dit uh, als ABVV in der tijd. Uh, ja, gebruikt in een campagne rond interimarbeid, wat toch voor veel mensen een precair statuut is, waar dat ze niet altijd zeker zijn van hun inkomen. Maar voor mij gaat het niet alleen over de zekerheid van het inkomen van mensen, maar het gaat ook over ja, verdienende mensen genoeg om op het einde van de maand rond te komen. Um en eigenlijk merken we dat de, de minimumlonen in, in België eh, niet hoog genoeg zijn. Eigenlijk zouden mensen 14 euro per uur moeten kunnen verdienen, 2300 euro bruto per maand, om echt goed te kunnen rondkomen en de facturen al te kunnen betalen. Nog los van te kunnen sparen daar, daarbuiten. Hè. Dus als we willen dat die spaarpotjes van de mensen gevuld geraakt, dan moeten de mensen meer dan 14 euro per uur verdienen en meer dan 2300 euro per maand. En daarnaast moeten we zorgen voor betaalbare facturen natuurlijk. Hè. Um, en, en daar scheelt het wel aan. We hebben gezien dat de energieprijzen gestegen zijn. Dat de btw op elektriciteit verhoogd is hè, naar 21 procent. Dat moet terug naar, naar 6 procent. Uh, de waterfactuur is gestegen. En de mensen geraken eigenlijk niet meer rond. Um, en eigenlijk ja, zou ik graag hebben dat we terug spaarpotjes kunnen verdelen aan iedereen en dat we als SPA in de regering komen en dat tegen het einde van de legislatuur de spaarpotjes van de mensen terug gevuld zijn. En dan heb ik het niet over de spaarpotjes van de Rijk en onze maatschappij, maar dan heb ik het wel degelijk over de spaarpot van, van iedereen. Ook diegenen die als kassierster werken of diegenen die poetsen bij de mensen thuis. Het is euh, belangrijk dat iedereen mee is in, in onze maatschappij en dat sparen niet alleen is weggelegd voor de rijken onder ons, maar dat iedereen zijn spaarpotje kan vullen.